De paastijd is het feest van de verrijzenis van de Heer. En dat is niet alleen de zondag van Pasen, maar dat strekt zich uit over de hele periode tot Pinksteren. Pinksteren betekent eigenlijk in het Grieks Pentecost, de 50ste dag. En van Pasen naar Pinksteren, de paastijd, zullen we in de schriftlezingen horen over Jezus die verrezen is en die als de levende Heer opnieuw zijn leerlingen bezoekt. En die in die periode ook zijn leerlingen helpt om steeds meer te geloven in zijn verrijzenis. Hij komt bij hen op bezoek, hij eet met hen en zij gaan langzamerhand ook leren dat de trooster, de helper, de Heilige Geest hen zal steunen. Op een gegeven moment zegt Jezus, blijf hier bijeen in gebed en bid om kracht uit den hoge. En dat is uiteindelijk wat op Pinksteren gebeurt. Dus aan de ene kant vieren we op Pasen dat Jezus is verrezen en dat de Heer opnieuw met zijn leerlingen meetrekt als de levende Heer. Helpt hen ook om steeds meer die overtuiging, dat vertrouwen te hebben van vrees naar vreugde, van onrust naar vrede. En uiteindelijk zullen ze op Pinksteren de kracht van de Geest ontvangen. Ik wil graag laten zien een afbeelding die hier in de kapel van het bisschopshuis hangt. Een afbeelding van de Emmausgangers. Jezus met de leerlingen die op weg gingen naar Emmaus. Lucas 24 vinden we die tekst. En dan komt hij de komende weken niet op zondag voor. Hij is wel door de week te vinden in de lezingen in de Eucharistie. Het is een oud wandkleed, maar goed, de paasboodschap is ook niet van gisteren. En hier zien we dat de twee leerlingen samen met Jezus zijn. Het Emmausverhaal vertelt dat de leerlingen ontmoedigd waren, vol verdriet. Toen Jezus was gestorven, zijn ze Jeruzalem ontvlucht, hebben Jeruzalem de rug toegekeerd. En ze gaan op weg, diep bedroefd en zonder geloof. Dan is er iemand die met hen meegaat onderweg, die met hen spreekt en ook vragen aan hen stelt. En het mooie is dat ze bijna ter plaatse zijn in Emmaus, dat die leerlingen hem uitnodigen. Blijf bij ons, want het wordt al avond. En dan is hij met hen samen. Onderweg heeft hij met hen gesproken over de schriften. Heeft hij ook voortgezet in het gesprek in huis. Alles wat in de schrift op hem betrekking heeft, zo zegt het evangelie. En vervolgens is er het breken van het brood. Dat zien we ook hier aan de tafel. Jezus neemt het brood. En als hij uit hun ogen verdwijnt, dan zijn ze enorm enthousiast. Op de eerste plaats zeggen ze, brand ons hart in ons, zoals hij de schriften aan ons uitlegde. En ze herkenden hem aan het breken van het brood. Jezus, die met zijn leerling het laatste avondmaal hield en zei, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, die gezegd heeft, doe dit tot mijn gedachtenis, is niet nadien aan het kruis gestorven en verdwenen, maar hij is opgestaan uit de dood. En zo is hij op weg naar Emmaus met diep bedroefde leerlingen onderweg. En is hij ook hun tochtgenoot om ze opnieuw voor ogen te stellen dat hij leeft. En dan gaan die leerlingen terug naar Jeruzalem om enthousiast te vertellen dat ze hem ontmoet hebben. We hebben de Heer gezien. We hebben zijn woord gehoord. Ons hart brandde van zijn uitleg van de schriften. En we hebben hem herkend aan het breken van het brood, de Eucharistie. En dat is hier in deze kapel aan de wand heel kernachtig verbeeld. In de paastijd horen we dat Jezus is verrezen. Dat hebben we natuurlijk gevierd op eerste paasdag en op de paaswaken is ook het licht binnengedragen. Maar in de loop van de weken van de 50 dagen na Pinksteren mogen we steeds meer de overtuiging krijgen dat Jezus niet dood is, maar leeft. Hij is gekruisigd, maar verrezen. Laten we Paulus ook zeggen, ik verkondig de gekruisigde en verrezen Heer. Jezus is echt door het lijden gegaan, is opgestaan uit de dood, op de derde dag verrezen. Die overtuiging die kunnen we niet baseren op eigen waarneming, want daar is het te lang geleden. Maar we lezen in de schrift hoe de leerlingen naar het graf kwamen om nogmaals bij de Heer te zijn, want ze hadden in het graf zijn lichaam neergelegd en een grote steen ervoor gerold. Maar daar ontdekken ze dat het graf leeg is en dat er gezegd wordt, hij is niet hier, hij is verrezen. De overtuiging bij de leerlingen groeit naarmate ze steeds meer die boodschap tot zich laten doordringen. En we zeggen dat ook in onze geloofsbelijdenis. Hij is verrezen op de derde dag volgens de schriften. Dus we spreken niet uit eigen waarneming, maar we baseren ons paasgeloof op het getuigenis van de eerste leerlingen, op het getuigenis van de schrift.
zoals ook de Emmausgangers te horen kregen van Jezus, wat in de schriften op hem betrekking had. We hebben het gehoord in de schriften en we sluiten ons aan bij het getuigenis van de eerste leerlingen. En juist in deze paastijd mogen we dat ook echt beleven. Zo hebben we het woord van God dat we lezen in iedere eucharistie. Ook ons hart nu mag branden als het gaat om de belofte van Jezus en zijn verrijzenis en eeuwig leven. Zo lezen we aan de lezenaar uit de Heilige Schrift het woord van God. En we vieren de eucharistie waarin Jezus bij ons komt met zijn lichaam en bloed. Hij is ook onze gastheer in elke eucharistieviering. En wanneer we de schrift lezen en ons hart wordt verwarmd, aangevuurd en we vieren de eucharistie waarin we Jezus ontmoeten en ontvangen in het sacrament van de eucharistie, dan mag de kerk worden opgebouwd. Mag ook kracht komen om het paasgeloof echt helemaal in je hart aan te nemen. Hij is volgens de schriften verrezen. Maar wij mogen door het woord van de schriften horen en de eucharistie te vieren steeds meer versterkt worden in die geloofsovertuiging. En zo is paas niet een kwestie van eerste paasdag, alleluia, maar is het ook daarna op weg gaan met de Heer. Want paas en pinksteren blijven ons leven kleuren. Jezus leeft en wij met hem. En de kracht van de geest mag ons helpen om ons kerk in ons eigen leven te getuigen van de Heer. Door daden van liefde, door vertrouwen op zijn toekomst en door te laten zien dat de dood niet het laatste woord heeft. En zo is de paastijd een bijzondere manier om te getuigen en te groeien in de overtuiging dat het paasgeloof ons gegeven is als geschenk en als fundament van ons verdere leven. Ook dit jaar willen de bisschoppen zeggen vier Pasen. En dat betekent niet alleen paaszondag, maar de hele paastijd beleven als een op weg gaan met de Heer en de geest ontvangen van de Heer zelf. En dat is eigenlijk wat ik iedereen toewens. Dat ook na Pasen en Pinksteren de verrezen Heer en de kracht van de geest ons blijft vergezellen. Want zo zijn we een kerk die ook nu mag geloven wat de eerste leerlingen hebben gezien en gehoord. En ook nu mogen wij ervan getuigen. En ik hoop dat het paasfeest in zijn volheid ook voor veel mensen tot bemoediging, tot versterking en tot verdieping zijn van hun geloof. En het vertrouwen dat de liefde van God sterker is dan de dood. In Jezus mogen wij daarop vertrouwen. En in Jezus mogen wij ook steeds opnieuw onze tochtgenoot zien. Dat wens ik de mensen toe. Dat hoop ik van harte als vrucht van het paasfeest van dit jaar.